Oud en nieuw komt steeds dichterbij. Reden voor de gemeentes om voorbereidingen te treffen. Vooral als het gaat om vuurwerkoverlast. Zo zijn, zoals ieder jaar, de prullenbakken weer afgesloten. Zodat er geen vuurwerk ingegooid kan worden. Maar in zanden is bijvoorbeeld ook het Zandenveldpark afgesloten met hekken. Daar is in het verleden vaker overlast geweest vanwege vuurwerk. Een jaar geleden kregen zeven personen hier nog een gebiedsverbod opgelegd. Zij hadden in 2021 namelijk vernielingen aangericht rond het park. Zo werden er vuurtonnen uitgebouwd met pellets en ander brandbaar materiaal, waardoor flinke branden ontstonden. Ook werd zwaar vuurwerk afgestoken, prullenbakken opgeblazen en delen van de speeltuin in het park werden beschadigd. De schade liep in de duizenden euro's.